Kijk eens aan wakker weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Dune Reeves en ik ben wel. Vandaag ben ik wel redelijk vroeg wakker. Hoe komt dat? Omwille van dat ik straks nog iemand naar huis moet gaan doen. Oh, het was een gezellige nachtje. Wat bedoel ik met een gezellige nachtje? Wel, ik zal het er eens even zeggen. Ik heb goed geslapen langs. Oh, mannetjes. Oké. Even iets aanpassen. Easy desktop. Easy desktop. Oké, eens even kijken als er een andere thema kleur is. Want. 8 seconden. Eens even kijken. Kijken of het lukt voor te veranderen. Joink. Kijken of het lukt. Toepassen. Wauw, ja. Oké, dan kan ik eens een hele mooie kiezen. Eens even kijken. Van die vogeltje. Kijk, vogeltje. Oh ja. Dat is wel iets voor mij. Deze ga ik nu downloaden. En op mijn achtergrond zetten. Voilà. Wauw. Toch wel schoon, hè. En dan had je hier dus al mijn dingetjes hier van boven. Dus applicaties, games, afbeeldingen, foto's en Steam muziek. Je denkt, Steam muziek? Ja, ik heb ook gaming muziek, zo gelijk. Ik ga eens kijken. Postal Redux. Postal 4, Portal Stories, Music Code, Postal, Ice Oost, Epic Battle, noem maar op. Oh. Dus wat ik nu nog ga doen, dat is mails gewoon nog beantwoorden. Kijken rond hoe laat dat ze door wilt gaan. Nou, misschien nog een klein dutje. Allee, ik zie jullie allemaal straks terug. Zo, yo, ik heb mijn computer aangezet. Ik ben ook terug thuis en al. Sorry dat er geen vlog was gisteren. Maar dat heeft ook een reden. Vandaag zijn het serieuze gesprekken. Daarom dat ik wel probeer vandaag toch nog een vlog online te krijgen. Ik bedoel, één dag later. En vandaag hebben we redelijk grote gesprekken opstaan. Ik en mijn schattige. Die kunnen wel soms heftig zijn. Komt ook heel veel emotie dan bekijken en al. Dus daarom dat ik gisteren mee gewoon al hebben wat voorbereid. Vandaag is het. Dus die day, dus de grote gesprekken. S'avonds komt nog open thuis. Dan moet ik terug naar Beer gaan. Daar gaat ook nog een gesprek door. Dan weten we het niet wat we dan nog gaan doen. Dan gaan we nog bezien hoe we ons voelen en al. Na de gesprekken en al. Dan zijn jullie ook op de hoogte. Goedemorgen. Ik heb mijn computer ook opgestart om Steam Games te updaten. Niet om te downloaden, maar voor gewoon puur om te updaten. En dan, nu nog even wachten op het gesprek van Open Thuis. Allee, tot straks allemaal. Yo, yo, yo. Zo, de gesprekken zijn afgerond van Samenpunt. Nu ga ik richting mijn schatje. Mijn allerliefste schat ter wereld. Eens even kijken als hij het al heeft beluisterd. Nee, want ik heb ook een vraag gesteld. Wil je meegaan naar de winkel voor sandwiches te kopen en choco? Ja of nee? Laat mij zo snel mogelijk iets weten, want ik wil dan eten bij jou thuis. Dat is toch wel lief, hè? Dat ik wil eten bij haar thuis.
Voilà, daar heb je ook dan weer gehoord wat ik van plan ben. Ja, dan moet ik nog een en ander ook nog meenemen. Zit hier nog veel in? Tamelijk veel. Ja. Zal ik eens kijken of ze het nu al heeft geluisterd? Nee. Dus ik ga mij wat intasten dat ik naar haar kan gaan. Dus gelijk een mes. Ik pak het altijd van mijn eigen mee. Ik snap dat niet. Mes, lepel. Als ik mijn kartelmes nog vind, hier zijn mijn kartelmes. Deze drie gaan mee. Ah ja, nog een mes. Voilà, nog een mes. Dan mijn lievelingsmok. Dan nog melk voor elk. Ze staat nu aan het luisteren, zag ik. Ik heb een reactie gekregen. En het is een reactie van graag, maar wil ook. Ah, ja. Ja. Oké. Oh. Ik heb een duim. Ik ben die duimpje aan het zoeken. Duimpje omhoog, duimpje omhoog. Bij WhatsApp. Ah, daar gevonden. Oh, je kunt dat zelfs in verschillende kleuren doen. Ik wil dat in mijn eigen kleur doen. Voilà, duimpje omhoog. ik moet nog wel in de koelkast zijn. Ik ben nog één ding of iets aan het vergeten. De boter. Voilà. Dan gaan we eens vertrekken. Ah, eindelijk is ook mijn laptop afgesloten. Wat stond hier nu aan? Dat stond aan, met die computer. Die computer. Die computer. Maar de achterste computer, die was niet ingeschakeld. Maar, wat ik nu wel kan doen, is, blijkbaar light het niet op. Het blijft maar flikkeren. Ga ik mijn lampje, schijnt er al redelijk goed, ga ik er nog in de oplader laten steken. En die is nu, ziet, aan het opladen. Dat pingt. Ping, 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 ping. Ik had wel excuses om dat te zeggen. Ping, ping, ping. Voilà, dan ga ik nu eens. Ah nee, ik kan nog niet vertrekken. Ja. Oké. Zal dit ook maar meenemen? De Uno. We gaan nog eens Uno spelen. En ik zal dan ook voor de veiligheid de Rummikub mee pakken. Rummikub mee. Ah, oké. Nu ben ik even aan het twijfelen. Heb ik nu alles? Nee. Ik moet dit ook nog mee hebben. Voilà. Nu, eerst op naar haar toe gaan. Haar uithalen. Dan ga ik rechtstreeks door naar de winkel. Oh, nu heb ik mijn. Ah, mijn sleutels. Hier ingestoken. En mijn blouse. De juiste sleutel zien te vinden. Ah ja. Ik ben ook nog iets aan het vergeten. Iets heel belangrijks. Want anders is hier wel heel gemakkelijk. En dan mag ik mijn voordeur nog sluiten. Hè. Kijk eens. Mijn raam staat nog wagenwijd open. Jammer. Dan doen we dit. Hup. Terug erover. En dan doen. Voilà.
zes zakjes. Staar alles toe. Hup. Staar alles toe. Ja, goed gesloten. Ik krijg altijd. Ah ja, mijn was moet ik dan ook nog mee. Ah, juist. Ik moet ik nog naar mijn ouders brengen. Ah. Dus eerste pitstop ouders, tweede pitstop Bea, derde pitstop winkel. Dus ik zie jullie allemaal straks. Mannetjes, wat een wind buiten. Ja, wat een wind. Voilà, ik ben hier in mijn auto nu aangekomen. Ik ga de planning tot een klein beetje wat wijzigen. Ik ga nog niet eerst naar mijn ouders toe. Nee. Ik ga eerst naar Bea toe. Dan van Bea ga ik naar de winkel toe. En dan terug naar Bea toe. Dan gaan daar gesprekken door. Ik doe iets aan het zoeken. Nee. Ik heb mijn rennies mee. Dat is goed. Ik ben mijn portefeuille aan het zoeken. Zonder portefeuille ga ik niet betalen, hè. Shit. Ik heb mijn portefeuille vergeten. Ja, schatje. Ik ben nog niet drie kunnen vertrekken over omdat ik mijn portefeuille ben vergeten. Als mijn kop niet vast stond, dan vergat ik hem ook in de oorlog. Dat is zo raar. Nieuws ligt hier nog allemaal aan. Even naar mijn portefeuille zoeken. 9 van de 10 kansen weet ik al waar die al ligt. Die trappen, hè. Maar met mijn heup gaat het heel goed nu terug. Ik heb er deze keer geen last van gehad. Dat is goed. Kijk eens tot hoever dat ik terug ga in mijn woning. Hupsaterie. Hoe lomp kan ik ook zijn? Want zonder rijbewijs vertrek ik niet. Stel dat er maar ergens controle is. Stel maar dat er ergens controle is. En straks, als ik dan terug thuis ben, gaat dit er helemaal vanaf. En nu, eindelijk vertrekken. Naar mijn schatje toe. Joepiekajee. Ho ho. He he. Wacht, hè. Ik heb al vandaag al 1 keer. 2 keren. 3 keren. 4 keren. 5 keer al de trap al gedaan. Yeah. Gaat goed vooruit. GSM heb ik. GSM heb ik, portefeuille heb ik, GoPro heb ik, ben goed humeur, check. Eens kijken hoeveel dat ik nu nog heb, check. Eerst dat, en dan ga ik pas vertrekken. Even de wifi uitzetten, dat ik op mobiele gegevens sta. Ik hoorde altijd al, ik hou nu eigenlijk goed mijn rekeningen bij. Terwijl kan ik mijn gordel aandoen. De sessie is onderbroken. Oei. De sessie is onderbroken. Why? Oké. Dat is goed. Deze ga ik ophangen voor Waze. Juist. Waze. Gebruik je GPS voor naar Bea te gaan? Nee, ik gebruik mijn GPS niet voor op Bea te gaan. Maar zo kan ik ook wel zien als er iemand in pannen staat of zo. Of ja, mobiele controle. Daar kijk ik er altijd naar. Allee, zie jullie allemaal. Hier in de Carrefour in Hasselt aankomen, de Hyper Carrefour. Waar ook altijd mijn oma gaat winkelen. Ga ik nu eens winkelen. Sandwiches kopen. Beleg kopen. Choco kopen.
voilà, een euro in de kaart. Dat betekent dat ik al een euro minder ga kopen. Nee, ik ga nu proberen mee aan te houden met de noodzakelijke dingen die ik nodig heb. Dat betekent koffie, choco, en sandwiches. Voilà, hier ben ik bij de self-scan. Even mijn Shopee open doen. Eerst alles sluiten, dan mijn Shopee open doen. Dan de Carrefour-kaart. Carrefour-kaart, die scan ik dan. Voilà, en dan gaat er één oplichten. Voilà. Die kan ik dan gebruiken. Toch zalig. En dan kan ik hier ook dan perfect mijn prijzen ophouden van hoeveel dat ik dan hier moet betalen. Toch zo handige toestelletjes, die self-scan toestelletjes. Dus nu ga ik eerst volledig, maar ook ik volledig naar mijn achter toe. Vandaar dat ik de sandwiches bij de bakkerij. Nee. The Red Devils. Zie dus, ik zit hier lekker in de Carrefour. En dat is hier heel groot. Ik ga nog even verder winkelen. See you. Straks is terug. Ja, dus ik kom nu aan bij de bakkerij. Draaien met één hand. Is ook wel moeilijk hoor. Oh. En hier is hij. De televisies staan al klaar hoor voor de voetbal om te kunnen kijken. Daar zijn nog wat televisies. Daar nog wat televisies. Dus als jullie televisies nodig hebben, daar zijn een stereo-installatie heel van achter. Dus kom maar af. Hier staan er nog genoeg. Ik zie jullie allemaal straks terug. Zo, ik ben nu terug buiten bij de winkel. Dit is wat ik heb gekocht. De sandwiches. 42 cola. Hespenwoord, choco en koffie. Dus buitenuit, wat ik ook nog heb gekocht, is dit. Dan kan ik misschien beter ook livestreamen. Dat mijn koptelefoon dan toch iets verder kan geraken van qua afstand dan wat moet zijn. En ja, dat is toe. Voilà. Ik heb de sleutels al aangeboden. Dankjewel, schat. Wat heeft het heet? Sneller klaar. Ah, dan zeg je sneller klaar. Ja, dat is ook weer al waar. Nu oppas dat mijn waas niet eruit valt. De groetjes aan de kijkers. Ah, je krijgt de groetjes van Bea. Voilà, zo mensen. Jullie krijgen de groetjes niet, hè? Alsjeblieft. Je zegt je krijgt de groetjes, maar eigenlijk kun je ook beter zeggen jullie krijgen de groetjes. Ah, oké, okay. Jullie krijgen de groetjes. Voilà, merci voor de verbetering, schat. Nee, dat lijkt voor mij ook fijner als je zegt jullie in plaats van je. Ah, oké. Okay. Dus nu hebben jullie het ook gehoord, hè? Dus nu ga ik even gauw verder intasten. Voilà, hier is de zak. Dus sandwiches. Choco, ah ja. Dus choco en de sandwiches kunnen in een andere zak. Die heb ik direct nodig. Als het wilt blijven staan allemaal.
Voilà, dat zit erin. Eentje voor mijn schat en eentje voor mij. Voilà. Ja. Dan hebben we nog het belangrijkste onderdeel ook van mijn schat. De koffie. Je kan... Ja. En een verlengstuk voor mijn koptelefoon. En... Jawel, het is geworst. Voilà, nu ga ik de karretje nog terug doen en dan kunnen we vertrekken richting haar thuis toe. Ik zie jullie allemaal straks terug. Amai, wat een chique bak. Wow, chique bak, chique bak, chique bak, bak, bak. Chique bak, chique bak, chique bak, bak, bak. Voilà, terug in elkaar klikken. Ah ja, een kassabonnetje meenemen. Dat is belangrijk. En ook mijn euro eruit halen, dat is ook heel belangrijk. Want dan kan er iemand anders met mijn euro gaan lopen. Hé, hé. Maar dan is alleen maar gratis gaan werken, hè. Hé, hé. Ah nee, tot straks allemaal. Yo. Yes, sir. Het straks. Zo mensen, het gesprek is heel goed verlopen. Zonder ruzie. Daar had ik het meeste schrik voor. Dat er wat geschreeuw ging zijn. Ja, ik ook. Maar dat is er niet gekomen. Dat nee, is echt niet gekomen. En ik voelde ook aan dat we echt begrepen waren. Ja. Dus nu, zij heeft dus echt alles nu opgeschreven. Nu gaat zij hoogstwaarschijnlijk naar de volgende cliënt toe, maar zij heeft nu ook huiswerk gekregen. Gaat zij alles bijeenkoppelen samen, en een samenvatting doen en dan kijken van hoe kan ik hun beste helpen. Dus ons helpen. Ja, maar we gaan daar niet te veel info over geven, nee. Schat. Want dit wordt voor mij al te veel een beetje. Dat is eigenlijk de werking van alle zo de mensen die daar voor de andere mensen zijn. Dus die schrijven eerst alles op. Dan gaan ze naar hun thuis toe. Die lezen dan nog eens dat is te goed over. Doen die daar een kleine samenvatting van. En dan gaan ze kijken van hoe kan ik best die personen helpen. En dan gaan ze daar ook verder mee. Voilà. En hopelijk kan die ook ons heel goed helpen. Voilà, meer wil ik daar niet over hebben. Nu ga ik naar mijn ouders toe, want mijn was, die staat er al in. Letterlijk figuurlijk al van 11:30. Hè. Van 11:30 staat die er al in. Hè. En het is nu 16:38. Tot later, jojojo. Zo mensen, ik ben hier thuis aangekomen. Ga ik ook nog mijn lievertje haar kant sluiten. Juist, ik moet nog die zak moet ik ook eruit halen. Zak. Als ik, ja, dat is deze en die is omgevallen. Zie ik. Ik ga die hier weer op plaatsen. Oh, ja, die is omgevallen. En er is wel iets uitgelopen. Yay! En ik sta weer op keuzen. Maar per geluk is er niks uitgelopen op mijn interieur. Oef. Zeg mensen, salut hè. Grapje dat ik jullie achterlaat. Grapje. Mag toch ook wel eens een grapje uithalen met mijn kijkers hè. Voilà. Nu richt ik mijn woning toe, dan naar de wc. Een zak onder water zetten, want mijn chocomelk is er weer al uitgelopen. Yay! En dan
gaan kijken wat ik allemaal moet afkuisen voor alleer dat ik het in de koelkast zet. Jee! Allee, ik zie jullie allemaal straks terug. Jee! Voilà, ze. Jee! Auw! Zo mensen, ik ben ook terug thuis. Ik heb ook al alles in de koelkast geplaatst. Dat is uw laatste. De laatste is altijd mooi. Dan is het op. Alles is op. Waar zijn de koekjes dan? Op. Mark? Ja. Op. Alles is op. Ja. Yes, hè. Weer al iets doorgezonden. Ja, ik zit in een hele speciale groep. Want daar worden echte dingen, grappige fragmentjes gezegd. Hé, ik ben psycho, ik ben een PD. En dat was dus totaal niet waar. Actually. Grappig mensen, en wel zo'n groep zoek ik daar altijd fun in is. En dat er soms eens grapjes kunnen gemaakt worden. Oh, damn you. Sorry. Oh. Haar lichaam. Voor haar en niemand anders. Nee. En nu heb ik dorst gekregen. Dorst. En nog een keer dorst. Wat doe ik dan? Kijk hè. Ja, ik moet eerst het water eruit laten. Water. Ja, sorry dat het nu even wat lang heeft geduurd. Oei, ik heb nog iets gepost. Nope. Ja, ze vroegen iets. En het antwoord was, nope. Hadden jullie misschien niet wel door, hè? Die mega smart. Klemmetje ook. Te langs. Ik niet. Dat doet een bot. Voilà. Nee, ik ga jullie ook laten. We gaan ook niet meer te veel doen. We gaan misschien nog een partijke Uno spelen. We gaan nog een partijke Rummy Cup spelen. En ik denk dat mijn schatteke ook naar familie wilt kijken. Nee? Ik heb die vandaag gezien. Ah ja. Maar misschien iets anders, er, wie weet. Ah ja, ik... Oké. Okay. Ik ga nu ook eens kijken, gauw, want ik heb nog, dit ook nog gekocht, mensen. Dit. Even kijken. Want alle kabels, die hebben mij een verkeerde lengte opgestuurd, plus toch eens te weinig. Want ik had er 2 besteld. Ja, ik heb daar redelijk wat geld aan gegeven. En uiteindelijk toch een foute bestelling binnengekregen. Amai. Dat is als het aan het zakken is bij mij.
Oké. Nu. Wacht, ik ga jullie zo houden. Ja. Nu dit ook nog losmaken. Da di da da da. Oh la 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 la. Oh la 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 la. Dat is de goede kabel. Dit is de goede kabel. Ja, 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 ja. Pardon. En dan kun je eigenlijk ook, dat kan ook mijn schatje, ik ga even ook naar mijn schat nu praten. Dan kun je eigenlijk ook op dat bedje liggen. Terwijl dat ik aan het gamen ben. Tadam! Mijn schat gaat nu altijd bij mij kunnen blijven. Als ik te moe ben, dan lig ik in bed. Fuck you. Grapje, nee, mensen. Nee, dat mag, dat mag, dat mag. Nee, 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 zo erg ben ik ook nu niet naar Bea toe. Zo erg ben ik nu ook niet naar Bea toe. Als zij zegt van, ik lig me dan liever in een bedje, dan ligt zij liever in een bedje. Punt uit. Niet in dat bedje hoor, maar in mijn slaapkamer. Schat, ik kan je spaghetti niet open. Dat is niet echt, dan laat ik het maar staan. Ja. Allee mensen, ik ga jullie laten. Oh my god. Psycho, kom! Kijk maar, wacht hè. Oei oei. Ja. Dat is een Instagram-foto, 2 minuten geleden, naar mij toegestuurd. Mooi, mooi, mooi. En jij staat er ook al in, mijn lievertje. Ik op Vlaams Belang gestemd. Ho! Als de mensen dat weten, als ik op Vlaams Belang heb gestemd, oei, 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 die schieten mij baf af. Nee, dus ik heb niet op Vlaams Belang gestemd. Dat kan ik nu al 100% jullie ook al zeggen. Het staat ook in de vlog. Dus ik ben nu ook aan het vloggen, mensen. Dus in de groep. Dus ja. Dus ik heb dus niet op Vlaams Belang gestemd. Op welke partij dat ik wel heb gestemd is... Een geheim. Voilà, Sam. Op die partij heb ik gestemd. Een geheime partij. Top, hè? Voilà, ça. Nu weet het groep het en jullie het. Voilà. Ik heb dat dus naar de groep gezonden. Dus op elke partij dat ik heb... nee, dat is geen zweetplek. Dat was van het drinken, trieus. Op welke partij dat ik heb gestemd, dat blijft echt tussen de partij en mij. Voilà, ik zal het zo zeggen. Dus niemand moet het weten op wie dat ik heb gestemd. Dat is waar, hè, schat? Voilà. En op wie dat mijn schat heeft gestemd, dat blijft ook tussen haar en de partijen. Voilà. Alleen ben ik een klein beetje jaloers op haar. Waarom? Zij mocht gaan stemmen bij de computers. Maar ik moest nog bolletje kleuren. Dus dat betekent dat onze stem, lokale, vroeger moesten sluiten dan haar stemlokalen. Dus als wij bijvoorbeeld ook computers hadden, kon ik nog zeggen van, oh ja, ik ga mij nog lekker eens uitslapen op zondag. En dan pas ga ik zeggen, nee, dat ging niet. Voilà. Ho. 3 uur, 42 minuten en 55 seconden heb ik gelivestreamd. Dat is lang. Dat is heel lang. Want ik heb een rit gemaakt van... Hier tot in Tokio. Ik ga nu ook mijn laptop afsluiten. Dan ga ik ook richting slapen. Maar nog eerst de belofte shoutouts ga ik nog gauw doen. Niet in het rood, dank u. Ik wou het uitzetten. Oeh, dat is donker. Ja. Ja. Dus, nog een shout-out naar EXO, naar Randy the Gamer 77, Like My Drop, Viva Flitzer, Scoop
Patropa, Christophe Ketelaars, Erikje Acht, Hamza en Hamed, Angelique en Sana van DC uit, de DC, Penguin Gaming 88, hear your shout out from me. En dan nog een keer Benjamin van de DC uit. Voilà, hier zijn, dat waren al de shoutouts die ook zijn binnengekomen, dus via de chat. Ik ga hier nu ook de vlog beëindigen. Ik hoop dat er heel veel kijkers ook hebben genoten van mijn livestream. Laat het ook hier eens in de reacties weten, want dat was een livestream bijna van 4 uur. Wat jullie er ook hebben van gevonden. Goed. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. Vergeet ook niet om mijn belletje te drukken. Dan blijf je op de hoogte wanneer dat er een nieuwe vlog, video of een livestream is. Zoals altijd, kijk dames en heren. Hoe laat het is. Bijna 12 uur is nachts. Jawel. Dus, ik ga je hier ook beëindigen. Yo, 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 yo.